stelling is, recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers voor de aanmandende economie. De gemeente moet recreatieve ondernemers stimuleren. De toerisme, dat is de kurk waar de eiland op drijft. En dat kunnen we ook wel wat uitbreiden hier en daar. Wel gecontroleerd. Maar we moeten de aanmelanden waarden wel behouden. Nou, we hoeven geen 12 maanden economie. Dat willen sommigen ook niet, maar dat laten we aan de ondernemers over. Wil iemand 12 maanden verhuren, dan kan dat. Kies die daar niet voor, dan doet hij een paar maanden, dan doet hij de zaak dicht. Stimuleren van nog meer recreatie? Nou, kwaliteitsverbetering. Of kwaliteitsverbetering? Ja, de kwaliteit kan verbeterd worden. Zo staat het niet in de Ja, de VVD die wil ook ondernemers de gelegenheid geven om toch beperkt uit te breiden. Ja, dat is niet. Dat is de VVD die wil, daar staan we voor. Dat geldt voor alle bedrijven op het Nederland. Ook voor de landbouw, toerisme en meerdere bedrijven die ze moeten zich wel ontwikkelen. Dat is wel het doelstelling. Natuur en recreatie gaan prima samen. Nou, dat gaat ook wel samen. Want we hebben hier heel veel natuurterreinen. Als je dat soms nakijkt, daar is niet zoveel mensen, kom je daar tegen. Dat gaat wel samen. De natuur die kan er vooraan. Hier zijn hele grote oppervlakken. Maar moeten we niet oppassen dat het niet te veel wordt? Dat de mensen niet komen voor de rust en voor de natuur op Ameland. Want het zijn toch ook de dingen op Ameland waar er voor mensen komen. Daar komen de mensen ook voor, maar de mensen komen hier ook voor het strand en de zee. Daar komen ze ook voor. En ze mogen, die moeten natuur ook wat openstellen, want de natuur is van ons allemaal. Je moet die terreinen niet helemaal dicht doen. Laat de mensen daar ook van genieten, dat willen we. Toch? Ja, VVD en Groenewold heeft eigenlijk het Ameland 82 DNA, dus heel veel discussie zal het niet opleveren. Weet ik niet. Ja, ik wel. Ja, we gaan het zien. Ja, ik had het op voorhand ook aangegeven. Ik zeg, ik vind het debat eigenlijk flut op deze manier. En dan spreek ik nu maar even uit op dat iedereen het weet hoe ik erover denk. Maar ik had wat meer een beetje echt debat gehad. Maar goed, ja, toerisme natuurlijk in dit kader, zoals je erin staat. Ameland kan je maar één keer inrichten. Dat hebben we vaker geroepen. Aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel wet en regelgeving, wat je er ook maar van vindt. Want op een gegeven moment dan zie je de bordjes met de groene bovenstukken en het landschap verdwijnen. En als je eraan komt, hakken ze je klauwen af. En dan mag je er niet meer komen. Dat willen de eilanders niet. Natuurlijk moet je het wel goed doen met elkaar, want zoals gesteld, je kunt het maar één keer verknoeien. Een heel mooi voorbeeld dat we het in onze optiek van Ameland 82 goed hebben gedaan, dat is het fenomeen van de strandnota. Daar hebben we eigenlijk alles min of meer op slot gegooid voor wat betreft de bebouwing en het gebruik. Niet het gebruik door de toeristen en de eilanders voor wat betreft bijvoorbeeld het zetten van een netje of dat soort spullen. Dat moet je altijd bewaren. Maar wel het bouwen van opstanden. En ik denk dat dat een heel sterk punt is. Want daarmee onderscheid je je als eiland. Zeker ten opzichte van de Franse en de Belgische kust en ook de Nederlandse, de boulevards. Ik moet er niet aan denken, we gruwelen daarvan. We hebben het vaker uitgesproken. Maar dat is een sterktepunt, zodat het toerisme, het eilander verhaal, hand in hand gaat. En ik denk dat we dat moeten volhouden. Ja, dat is zinnig wel wat mogelijk in. Maar we zijn er toch ook wel tegen dat je moet het strand niet volbouwen wil. Er zijn geen mogelijkheden, die zijn er niet meer. Nee, maar bij het Westerpad daar is ook nog wat mogelijk voor kleinschaligheid. Ja. Dat is ook toegestaan en dat vind ik ook weer niet zo erg. Dat vind ik maar we moeten het niet helemaal het strand volbouwen met strandhuisjes erop. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar dat ze daar ook wel overnacht en zo. Nee, precies. Maar de ontwikkelingen daarbij met het Westerpad. Het is begonnen als een strand voor. Aanvraag als een container. Zo moet je het zien. En dan hebben we als overheid hebben we gedacht, dan moet je een ondernemer iets gunnen. En je ziet waar het toe gaat. Hè. Ik ken die ondernemer dus niet, daar gaat het niet om. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld. Er komt een container voor het zomerseizoen en wat breidt zich uit tot hetgene wat het gaat worden. Dus een jaar rond opstal. En wil je dat? Als je dat wil, moet je dat gewoon uitspreken. Ameland 82 heeft zich er hard voor gemaakt om het niet te willen. En ik ben blij dat de hele raad het heeft overgenomen, inclusief de VVD natuurlijk. Okay. Dus het is verankerd, ja. Voor wat betreft onze mogelijkheden. Het is ook verankerd dat dat niet meer mag. En ook zeggen dat ook wel een goede zaak. Het strand moet blijven zo het is. Ja, maar het is nu nog een mogelijkheid om daar activiteiten. Een hele kleinigheid als ze daar nog wat willen.
Ja, dan moet je de ondernemer ook wat gunnen. Wij zijn wel voor nou, dan zit toch alweer een beetje ruimte alweer bij de VVV. Ja, na zoveel jaren moet je dat toch weer eens herzien. Ja, ja, dat is met meer dingen dat je dat herzien moet. Ja. U haalt het bestemmingsplan en de strandnota door elkaar. Evaluatie van de strandnota zal ook moeten. Ja, maar ik geef dat even aan. Ik haal het niet door elkaar. Okay. Ik denk dat dat allemaal verschillend is. Nou, een wezenlijk wettelijk verschil, maar goed. Ja. Maar ook daar is een evaluatie voor. Ja, dus. Dat kunnen we ook even doen. Ja, nou. Dat zijn we eens. Ja. Je moet alles evalueren. Ja. En dan zijn er misschien wel weer andere visies. Er zijn andere visies. Ja, okay. Ik denk dat de eilander bewoners, maar ook de mensen die hier allemaal ook werken en ook van de vaste wonen toekomen, dat er een enig moment van een klein beetje rust moet zijn. We hebben onze eigen eilander gebruiken, het mooie Sinterklaasfeest. Maar ook de kerst- en de winterperiode, dan doen we andere dingen. En ik denk dat we dat zo moeten houden. Het is nog niet heel lang geleden, beste mensen, hè, dat we hier stonden. En dat je alleen nog maar een week of drie, groeiende na 6 weken, dat er werd verhuurd. In welke omstandigheid dan ook. De toeristen werden met open armen ontvangen en terecht. Dat is hetgeen waarvan we alles nu te danken hebben. Maar goed, je moet nu wel denken van, wil je dat doorgaan naar die 12 maanden? Het zal in mijn beleving nooit zo worden dat dat natuurlijk in augustus de piekmaand is. Dat zal je nooit in januari krijgen. Dus het seizoen reguleert zichzelf eigenlijk wel. Wij hebben in ons vorige verkiezingsprogramma ook gesteld dat we dus nog plaats hebben voor 1 hoogwaardige accommodatie voor wat betreft het wellness. Stond ook bij het CDA in het programma. Dat met hoogbouw moet, dat ontstrijd ik. Er lag voor de fractie van Ameland 82 een prachtig mooi vertrekpunt. Zoals het gelopen is ontwikkeld in 2012 en in 2017, 28 augustus, is het afgeschoten. Daar is heel veel aan gespijkerd, aan geschaafd. Maar goed, het is gelopen zoals het gelopen is. De meerderheid beslist daarover. Maar voor Ameland 82, en daar spreek ik gewoon hele heldere standpunt over uit, was het wel dus in die opzicht, dat was een ja. Binnen Ameland 82, daar was er toen een raadslid voor Ameland 82. Dat verhaal van Welnis op Ameland kwam in de raad, er moest er over gestemd worden. Sommigen onthielden zich van stemming, bij het CDA was dat het geval. Toen dacht ik van nou ja, goed, de Ameland 82 is voor het Welnis, dus dat moet een appeltje eitje met een balletje inkoppen, klaar. Tot mijn verbazing, Jeppe, stem je tegen. En dat bruggetje was al weg, hè? Dat mocht blijven. Dat bruggetje bleef. Ja. En toch, zei je dan van, nee, dit is streep te ver. Je moet altijd stemmen. Je zegt, sommigen lopen daarvoor weg, die stemmen niet. Dat moet je niet doen. Als je in de raad komt, gekozen wordt door de bevolking, dan moet je stemmen. Daar loop ik niet voor weg. Ja, okay. Ja, maar ik vind dat de Vleien, dat is een recreatiegebied. En dat moet je zo weinig mogelijk belasten met andere bouw daar. Op zich, als daar het is afgestemd in de raad. De raad heeft dat ook niet verkeerd gedaan. Er is van 2012 waren de eerste kaders gezet. Is weer een andere raad gekomen. En dat moet je respecteren bij raadsbesluit. We hebben dat ook juist gedaan, want de commissie van bezwaar en beroep heeft de ondernemers die het aangevraagd hebben het bezwaarschrift ongegrond verklaard en het college neemt dat over. Dus daar was niks mis mee. Maar op zich, omdat het wellness dat daar wel het oude zwembadgebouw staat, ik denk dat de meesten daar ook wel over eens zijn, daar mag best een stukje wellness komen, maar dan moet dat zo wezen dat wellness, dat is misschien ook nog wat anders mogelijk, daar wordt op het moment aan gewerkt, misschien krijgen we dat nou, dat daar wat moois van gemaakt wordt, maar dan mag er ook wel een groot wellness komen, maar dan moet je dat, moet zichzelf bedruipen. En dan, zonder bebouwing. Daar moet daar niet heel veel grote bebouwing bij komen die dat dan mogelijk met die wellness aan hebben. De gemeente moet recreatieve ondernemers stimuleren. Als een man toch een plan heeft, voor een mooi plan en voor een wellness. En die denkt van nou, ik wil er wel wat bebouwing bij hebben. Dat het nog mooier wordt, of het nog beter voor mij wordt. Dan kun je dat als VVD bijna niet tegen. Dan kijken we straks als het weer komt, dan moeten we nog maar afwachten. Nu niet aan de orde nog. Dan gaan we daar als VVD gaan we daarna bekijken en bepaalde verstandpunt. Oké, Rudolf. Nou, dat laatste is mooi dat u dat zegt, Groenewold, alleen in uw programma staat klip en klaar een groot wellnessbord tot de mogelijkheden en in het verleden heeft de VVD voorgestemd
Dus ik denk dat het nu voor wat betreft de kiezer bij u, dan is het een beetje ad hoc beleid. Is het op de persoonlijke titel. We weten allemaal hoe we erin staan. U heeft het om reden van uw bruggetje heeft u dat afgestemd. En later was het ook niet goed. Dus ik denk niet dat de verkiezer, dat de kiezer op dit punt duidelijkheid bij uw fractie of bij uw partij vindt. En ja, dat, daar staan wij hier wel voor. Ameland 82 stelt, wij zijn ervoor. Daar moeten we bij doen met een richtinggevende kader zoals het zijn. En dat is helemaal niet een exclusieve hoogbouw of weet ik veel wat. Dat is allemaal gechargeerd en daar staan we voor. Als het plan weer komt, dan zullen wij toch naar anderen. Dan kijken we eerst als VVD serieus naar. En dan zullen we de burgers, zullen we daar ook bij betrekken en raadplegen. Want dat staat bij ons ook gewoon in het vaandel. Duurzaamheid biedt de kans voor economische ontwikkeling en biedt aanbod mogelijkheden om meer werk en voor vaak hoger personeel. Nou, als je met duurzaam bezig bent, dat kan ook werk opleveren. Alleen, wij doen dat hier op het eiland ook wel goed, denk ik. We hebben een mooi zonnepark en we willen allemaal wat meer hebben. Ja. Dat kan wel goed. En dat kan ook. Maar moet meer gestimuleerd worden? Moet meer gestimuleerd worden. Maar dat duurzaamheid is ook, ja, vandaag is het dit en die ontwikkeling gaat zo snel. Ja, dan moet je bovenop zitten. Dan moet je bovenop zitten. En er komen ook weer andere ontwikkelingen dat het nou weer beter wordt. Maar ze zijn als gemeente en als VVD staan we er ook voor. Daar zijn we goed mee bezig en dat stimuleren we. Nou, misschien een onderzoekinstituut, daar is ook wel eens over gesproken. Met andere scholen, dat geeft ook werk. En een campus hier, is natuurlijk, ja, een groot dingetje voor Ameland 82 ook, hè? Ja. Hoe komt dat met die campus, Rudolf? Is het al een beetje... Ik heb nog niet heel veel ontwikkelingen van gezien. Ik weet wel, dus toen de tijd met de nieuwbouw van de burgemeester Walderschool zou het eigenlijk wat meer multifunctioneel worden ingericht, zodat dus ook de scholen van de overkant, Friesland of verder weg, daar gebruik van konden maken. Nou, dat is volgens mij nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar dat zou wel goed zijn. Zeker voor de duurzaamheidsprojecten. Ja, wat willen we met duurzaamheid? We hebben inmiddels een mooi zonnepark, we hebben warmteboilers, kun je op het dak doen. Er zijn legio mogelijkheden en het ene hangt aan het andere. Het moet voor de burger ook financieel aantrekkelijk zijn. Dat lijkt misschien een beetje hypocriet, maar voor de mensen die dat helemaal niks oplevert, is de drempel gewoonweg te hoog. Dus als gemeentelijke overheid zul je moeten investeren naast de landelijke subsidieregelingen ook in een gemeentelijke bijdrage. En we hebben al eerder uitgesproken als Ameland 82 dat wij daar absoluut niet te benauwd voor zijn. Gewoon nog meer stimuleren. Wel hebben wij aan de andere kant een kleine zorg. En dat is dus over de verschijningsvorm van de zonnepanelen. Het is niet altijd een even mooi gezicht. Natuurlijk ook de windenergie, ook een heel aardig vraagstuk. Hè? We willen het wel. Het is duurzaam als ik weet niet wat. Maar we willen die drie grote windmolens willen wij hier niet hebben. Dus het is eigenlijk een beetje hypocriet. Nou, dat krijg je wel als die boten steeds te laat zijn en vertraging opleveren. Je houdt daar rekening mee, dan komen er toch misschien wel de gasten die zijn, dan moeten we maar iets anders frequentie ergens. En we moeten toch met elkaar, dat zijn alle partijen te overeen. En wij hebben als VVD goede contacten in Den Haag om daar druk op te zetten bij de ministerie. Nou, volgens mij is het zelfs een minister, vind je toch? Ja, wij zijn daar actief mee bezig, maar we hadden laatst ook die de Vries hier, die zekerkaart, die hebben dat ook besproken. Jij zegt een hele hoop, dan komen die mensen daarover te praten. En met 5 minuten zijn ze de hele hoop die daar in de Randstad wonen, die kunnen dat probleem, weten niet hoe dat hier werkt, kunnen het probleem uitnodigen dus. Dan is dat daar weer anders, dan zijn ze weer vergeten. Gaan we ze uitnodigen met Oosterwind. Echt die hier komen, die weten wat het probleem is en die doen hun best daarop. Snel nog even naar... Nou, ja, de VAGO, de overheden en het ministerie hebben werkelijk geen idee wat zich afspeelt. En onze schaalgrootte is gewoon te klein om daar echt druk op de ketel te zetten. Dus we zullen het met elkaar, en de Raad van Ameland is het ook eens met alle partijen, dat we daar de druk op leggen. Ik heb altijd gezegd, en dat spreek ik ook nu weer uit, de VAGO is het ene probleem. Maar aan de andere kant is de hele totstandkoming van de huidige dienstregeling, zoals die dus is veranderd in 1995, met een dienststelling van de toen dat heet Nieuwe Zier, is niet realistisch. Dat zal je aan moeten pakken. Integraal moeten benaderen. Dus met je toerisme, met je boten, wat wil je eronder? Ook voor aandrijving, daar zijn deskundigen over in de slag. Aanvoer van auto's had je ook al. Aanvoer auto's heb ik benoemd, maar ook die aandrijving van die schepen, ja, daar zijn deskundigen in de slag geweest. Ja, ik zeg, die hebben we nu ook gehad, alleen die hebben zich gigantisch verpikt. Maar voor beiden, druk houden op Den Haag. Maar ik denk nu dat het hoofdpunt de vaart voor is, en dan moeten we niet over 5 kwartiersregelen, over knip praten. Dat is het op het moment, dat kijkt Den Haag niet naar. Dan moet ik sect over die vaart hebben, die moet op orde. Dat is het hoofdpunt.
En de andere zaken, dat zijn dan even bijzaken. Bijzaken in die zin, als je dat niet verandert of anders benadert of invult, hou je die vertragingen. Ja, dat hoop ik ook wel. Maar kijkt u maar naar ons op de middag als het hoog water is. Want het paar klaar hebben. We hebben twee. Heren, bedankt. Ja.